Ja, dat gaat niet. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve taties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn weer eens in Tilburg. En Onscherp. Ja? Wat zijn we? Fuck it. Hij weet gewoon niet meer waar hij op moet focussen. Nee. Hij is inderdaad niet, niet meer lekker. Zo dan. Is het beter? Ja. We zijn gezellig in Tilburg. We gaan naar een verjaardagfeestje van een hele goede vriend van mij, Dave. En ja, het is een gezellige houseparty. Maar een house, als in feestje is bij hem house, thuis. Dus we gaan via de achterdeur naar binnen. René ziet er weer onwijs mooi uit. Ze heeft een heel sexy broekpakje aan. En ik ben natuurlijk ook onwijs sexy. En we gaan eventjes die voetjes van de vloer. Ja, gewoon ingepropt hoor, ben ik. Nou, viel hartstikke mee hoor. Lekker een sausage. Ging hartstikke goed. Nou ja, geen idee of ze gediend zijn van onze vlogcamera. Maar waar het kan, halen we hem gewoon stiekem eruit. Nou. Hi, lieve taties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En tof dat je weer kijkt naar een hele leuke nieuwe video. Want de babykamer is binnen. Komt binnen. Ja. Leek nog even fout te gaan, want finally. Hij had alleen de eerste bestelling bij zich. En dat komt natuurlijk omdat we het alles in twee keer hebben besteld. Maar ik heb hem weer naar beneden gestuurd. En daar. Dan zou je misschien wel naar boven kijken. Dat hij denkt van wat zijn die dit aan het doen. Maar daar komt de rest aan. Helemaal tof. Kijk. Dat lijkt er beter op. Ja, ik wou zeggen. Helemaal top. Dus. Super tof. Dus we gaan alles zo meteen in elkaar zetten en uithalen en uitpakken en proberen en doen. Dus dit wordt een leuke middag. Zo, alles is binnen. Dus we gaan een beetje beginnen met schuiven, denk ik. Als eerste onze uber cute Wiggy. Die gaan we verhuizen naar onze slaapkamer. Komt ie? Goed. Ja, ik schoof hem net naar links. Het idee van die gammele meubeltjes, maar dat zijn dit dus niet. Als je ze schuift, dat die wel schuift, maar dat de poot blijft staan. Als je hem doorduwt, klik. Kijk. Kijk. Ach. Schattig. Staat leuk, hè? We hebben natuurlijk nog die Sleepy. Die moeten we zo nog even eruit halen. En deze kan weer terug. Zo, en nu baby? Ja, we gaan eerst het ledekantje doen, hè? Ja, lijkt me wel, hè? Is dit deel 1? Zo, sterke vent. Laat die spierballen zien, poepie. Gaat niet om de buitenkant. Nee. Gaat om de binnenkant. Ja. Heb je al een beschrijving gevonden, schatje? Ik ga ze lekker een beschrijving mailen. Ja, ik dacht, deel 1 zit er niet in, dan misschien in deel 3. Alsnog. Inmiddels de gebruiksaanwijzing gevonden. Dat zat natuurlijk in deel 2, heel logisch. Heel veel schroefjes. Ja.
gaat dan bij zoeken en dan pak je de verkeerde stickers bij stap deel 1 en dan ben je dus gewoon fucked voor de rest van de assemblen. Dus alles even een beetje uitsorteren, zodat we gewoon dat is een speer, schat. Ja, ik heb wel lekker. Ik zit er een beetje in zo. Dus eventjes alle soorten schroefjes herkennen, maar hij gaat niet lekker. Ik kom naar de zwangerschapsschroef. Ja, jij gaat zeker weer weg. Dan kom je terug en dan staat die ding gewoon helemaal in elkaar. Het is wel leuk om te helpen. Ja, dan moet je thuis blijven. Ik moet recht naar buiten luisteren van. Ja, dat is waar. Dat is ook waar. Ja, ja. Ja, het is ja. Jij kan dit. High five. Tele-tele-tele-tele. Boepie. Begint erop te lijken. Alleen dit klopt even niet. Laatste loodjes. Wat tegenslag? Nou, het heeft. Ik had een hele goede flow inderdaad. Alleen sowieso ligt het aan de beschrijving. Heb ik daar iets verkeerd om moeten plakken. Maar hij ging nog wel los. Alleen een duveltje laten sneuvelen. Weet je wat een duveltje is? Dat weten jullie wel toch? Dubbeltje, zo'n hout dingetje, dat gaat in een gaatje voor de versteviging. Ja, dus die heb ik eruit getrokken. En nu, nou, het is dan de commode gedeelte, dat laat ik zo meteen wel zien. De laadjes zitten erin en alleen het deurtje nog. Ja, en een te lange ding hadden we gedaan. Ja. Dus die hebben we nu ook weer omgedraaid, zodat het aan de achterkant zit. Zodat we daar niet meer naar over kijken. Daar is het bijna klaar. Die hebben een hanggedeelte. En erin nog een klein beetje om te staan. En... Ja, we hebben nu wel echt berg aan gezet. Dikke man, ouwe. En happy the peppy. Ja. Gaan we zo een beetje aankleden, even de beer erin zetten en zo. Het heeft nog een klein beetje frustratie gekost, maar hij staat in elkaar. Ja. Het is mooi, hè? Het is mooi, hè? Het is mooi. Geen crisscross. No flip-flops. Maar een crisscross. Nee, silvercross. Ah, foul. Ik
koninklijk binnenkantje hoor. Zeker weten. Los. Wat ben je aan het doen, schatje? Chocolaatjes eruit. Chocolaatjes? Ja. Hoe kom je aan die lekkere chocolaatjes? Die heb ik gehad van... Die moest mijn schoonpapa doorgeven aan mij. Oh, kut. Oh. Ik ben iemand uit Italië, toch? Ja. Zijn die ook voor mij? Nee. Wanny. Wel toch ook. Voor mij hoor. Nee. Doe mij maar die... Okay. Met hazelnoot. Ik hou van hazelnoot. Nee, ik hoef niet. Het is wel fijn vasthouden zo. Dat was een stuk beter richten. Ja, ik vind hem wel wat. Ja, hè? Ja, voor de mensen die denken van wat de hel. Maar we hebben dus een standaard. Een monopot. Een monopot. Monopot. En we kunnen stretch it out. Kijk, als we hem vast doen. Bam! Zijn we ineens even gewisseld. Want het kaartje zat weer eens vol. Dus. Zoveel schieten wij nou. Dat is niet te geloven. Dat is ook wel grappig, hè? Zo. Word je dol? Maar laat eens even zien wat je allemaal hebt gedaan dan, Moppie. Nou ja, deze deur hebben we dus helemaal gedaan. En ik ben bijna net zo lang bezig geweest met het schilderwerk als mijn vader met het afplakken. Dus en nog valt het tegen. Maar dat komt denk ik door de thee, denk ik. Maar dit krab ik vandaag nog weg, want dit heb ik, of morgen, dit heb ik... Ja, daar is het een beetje te ver. Dat de nieuwe serie meters geplaatst door mensen. Nee, heb ik dus vandaag van deze kant helemaal eraf gekrapt. Dus nou ja, goed, we hebben deze gedaan, de deurstijl. Deze deur hadden we gedaan. Alle deurposten hebben we nu gehad. Allemaal weer helemaal fris en fruitje. Die moet ik nog eventjes vastlijmen. Oh. Weer een nieuw dorpeltje gefixt. Omdat hier een ijzeren strip zat die altijd omhoog kwam. Dus deze ook weer helemaal mooi. Alle... Netjes. Ja, dat is wel tof, hè? Hey, maar hier ben ik het allerblijst mee. Mijn deur is weer gewoon... Oké, kijk, voor mij had hij niet blauw gehoeven, maar dat moet van de VVE. En hij was helemaal beschadigd de hele tijd. En nou is hij weer mooi. En deze was er dus even af en ik kwam de buurman tegen en die vroeg of dat René en ik uit elkaar waren. Het secretairplaatje was er ineens aan zijn. Of je is uit elkaar, of de baby is al geboren. Dus, allebei niet. Allebei niet. Ja, het ziet er wel tof uit, hè? Ik ben daar helemaal blij mee, Poppie. Het ruikt ook zo lekker, hè? Dus dat. Ik ben helemaal blij met jou en mijn schoonpaps. Dankjewel, papa. Dank, papa. Grazie. Papa, grazie. Grazie. En, maar, wat gaan we nu doen? Ook heel erg leuk. Want we hebben natuurlijk een babyopkomst. Nou, dat weten we allemaal. En dat de helft wat gemist is. Die baby heeft een kinderwagen. En wij hebben een auto. Nou moeten we nog even kijken of dit kinderwagen en die auto elkaar leuk vinden. En dat het zeg maar in elkaar past. Anders hebben we een probleem. Ja, nou ja, dan moeten we maar even een andere auto kopen. En we hebben natuurlijk een autostoeltje.
Dus en die gaan we er eens eventjes in zetten. We gaan even kijken of het past allemaal. Glijdt de nieuwe lak eraf. Ja, dat zal mij ook wel overkomen. Even kijken. Nou, het is dus nog niet zo makkelijk als dat het eruit ziet. Even kijken. Dus we staan. Ja, die bekerhouder gewoon, die moet er echt afdalen. Ja, het sleutel, hè? Ja. Oké, dus we gaan nog eventjes wandelen met de kleine zo. Jeetje, mooi licht. Even ingepakt. Want Nee, dit is dus de bekerhouder en zo. Ja, het is gewoon, het is een heel mooie kinderwagen. En we zijn er ontzettend blij mee. Maar het is nou niet een van de kleinste. Nee. Dus ja, dat is misschien even een dingetje, maar ik denk dat het voornamelijk een kwestie gaat zijn van wennen. Dus, het is lekker koud. En ik heb iets ver te lopen. Ik denk niet dat jullie mij nog kunnen zien. Langzaam gaat open en dan in de wieg willen kijken. Die denken, die mensen zijn niet goed. Loop met een kinderwagen en een autozitje, maar zonder baby. Nou, dit is dus onze auto. Ik zou je even een sleuteltje geven. Als het u. Ons dak. Nou. De uren van de waarheid. Zoals ik al zei, we moeten sowieso één ding naar voren klappen. Dan moesten we deze eraf halen. Ja, eerst moet de reiziger eraf inderdaad. Ik weet nou niet meer hoe. Zo? Ja, die twee klepjes naar buiten kan trekken. Ja! Dat ging wel best goed. Ja, toch? Die leg ik heb hier. Deze doe ik eraf, want dit gaat echt sowieso in de weg zitten. Dan, gelukkig is het niet heel koud. Soepel, soepel. Ja. Ja, ja. Ik zal deze eventjes wegpakken. Op zijn kantje. Het is leuk, zo'n Mini Cooper, maar dan gaat de achterklep niet dicht. Tanden in? Nee, dan gaat de achterklep niet dicht. Jawel. Oké. Okay. Maar die moest er ook nog in. Dus die moeten we dan zo plaatsen. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet. Wacht. Kan dit ook nog naar beneden of zo? Nee. Nee, dit kan niet. Dit kan niet erin. Zo. Maar ja, dat kan wel, hoe jij dat deed. Daar hoeft hij niet voor in, denk ik. Andersom. Doe me eens andersom. Ja. Yeah. Nee, dat gaat niet. En andersom. Nee, dat gaat ook niet, want dat stuk is breder, schatje. Dit is breder. Ja, maar dan hebben we weer ruimte, toch? Als je snapt wat ik bedoel. Ja, maar als die net al niet paste, dit stuk is breder dan de andere kant. Dus als die net al niet paste, dan gaat die nu helemaal niet passen. Nee, ik dacht dat hier wat in de weg zat.
Maar zal ik eens iets anders geks vertellen? Nou. Dit stoelgedeelte is denk ik breder dan die, of niet? Of zijn ze bij jou gelijk? Volgens mij zijn ze gelijk. Ja, bij mij niet namelijk. Kijk, het kan allemaal wel. Ik heb een ander idee. Maar dan kunnen we niet meer met z'n tweeën. Nee, dat zat ik ook aan te denken. Haal hem maar eens uit. Ik heb een ander idee. Oké, nou, we hebben dus een manier gevonden dat het er redelijk in past. In ieder geval, kijk, als we alleen zijn, als we alleen rijden, ja. Dan kan die gewoon op de voorstoel. Ja, dan kan hij op de bijrijdersstoel. Dan, ja. Anders moet de ander hem vasthouden. Kan ook, maar dan niet voor een heel lang ritje of zo. Nee. Ideaal zo, is anders. Zo kan hij redelijk. Die net ja. Nou, dat is één. Dat is één. Oké, okay, dan kom even zo. Gaat wel. En dan is het de vraag hoe. Dan pak je dus de gordel. Wacht even hoor. Gaat het liggen? Oh nee. Die doe je dus onder deze blauwe. Dit en is... onder deze blauwe. Dat kan toch niet, joh. Kijk dan hoe je erin zit. Oh. Wacht even hoor. Ik zie niks, dus ik doe even lichtje aan. Wacht even. Oké, okay. We have light. Ik heb nou niet. Ik heb niet gezien. En die zet je hierin. Dus die onderste die je normaal over je knieën hebt. Hè? De onderste die je normaal over je knieën hebt. Die gaan van links naar rechts. Ja. Door die blauwe aan de zijkant. En die van achter. Ja. Hou je achterlangs. En doe je door dat blauwe ding. Die doe je hier door. Zo. Ja. Oké. Okay. Ain't going nowhere, bitches. Kijk dan. Oh, ik zie. Dit wordt wat. Ik ben benieuwd hoe lang we dit gaan volhouden voordat we een hele boer bij elkaar schelden. Ja. Dan word je helemaal gek als je kind gaat krijsen en honger heeft. Maar we krijgen gewoon een heel lief kind die, ja. Die zegt, joh mam, joh pap, sowieso. Ik eet zo wel. Sowieso. Doe rustig aan. Doe ik snap dat het nee. Stress is. Neem je tijd. Flesje komt zo. Nu lachen we nog. Nou. Vond je dit nou een handige video? Hebben jullie nog tips? Behalve dan, je had een kleinere kinderwagen moeten kopen. Dan horen we het graag. Ja, ja kinderzitje laten we nou erin. Of het autozitje. Ja. Ik zeg, duimpje omhoog. Ik ga hem er even snel eruit halen. Ja, ga hem even snel eruit halen. Bitches, geen probleem. Klik, klik. Ja, je ziet dan wel van die. Ja. Zo. Oh, als je er nou tussen zit. Met je velletje of zo, met die kou. Oh, dat doen ze hier. Nou, dit zit, kapje omhoog, verwarming aan, kruikje erin, hopstakeetjes.
Even aan het doen. Nou, doei! Oké, nou het is passen en meten. Het is even passen en meten, inderdaad. Maar positieve gedachten. Ja goed, we zullen onze weg er wel in vinden, toch? Ja. Ja, ik zei al, als we apart rijden, dus zonder partner, dan kan dat ding gewoon naast ons. Ja. En als we met z'n tweeën rijden, dan zijn we alweer met z'n tweeën. En dat scheelt dan ook een hoop. De een vindt rustig. En de ander die laat gewoon even in. Ik vind het top. Ik vind dat top. De deur is nog nat, hè? Blauw aan je jas hebt. Nou, we zijn lekker thuis. We gaan lekker opwarmen. Kaarsjes aan en een... filmpje. Filmpje. Het was 8:30. Ik zeg, laten we niet in de deur op staan. Nee, misschien niet handig. Nou, wat ik al zei. Oh, daar ligt nog die kap. Ja. Okay. Vond je dit een leuke vlog? Oh, jij wilt me iets zeggen. Nou, ik wilde zeggen, als je nog tips of tricks hebt, laat het vooral even weten. We kunnen alles gebruiken. We gaan alles proberen. Precies. Vond je het een leuke vlog? Duimpje omhoog. Als je nog niet bent geabonneerd, even abonneren. Doe het ook nog even. Belletje drukken, want dan blijven ze altijd op de hoogte. Heel erg bedankt voor het kijken. Fijne avond. Ciao. 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 Ciao.